Nu ben ik 22 weken alweer onderweg en voel ik me eigenlijk heel goed en kan ik gewoon alles doen wat ik wil. Mijn partner en ik kregen een kinderwens en toen heb ik naar de huisarts of aan de huisarts gevraagd wat dan de consequentie was voor mijn schildklier. En zij gaf aan dat ik dan echt wat strakker ingesteld moest worden. Dus ik moest weer mijn bloed laten prikken en laten checken op de waarden. Dat moest strak ingesteld zijn. En daarna was het wachten totdat ik het goede nieuws mocht komen brengen natuurlijk. En toen dat eenmaal zo was, toen moest ik weer opnieuw ingesteld worden. Maar moest het echt opgehoogd worden. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Alleen moet ik dan om de 4 tot 6 weken moet ik dan bloed prikken om te kijken of mijn waarden nog steeds goed zijn. Tot het einde eigenlijk. Nu zit ik te wachten op de bevalling. En tot die tijd zou ik elke 4 tot 6 weken nog even moeten prikken. En daarna mag ik als het goed is weer terug op mijn oude dosering. Mijn naam is Tim Korevaar, ik ben internist endocrinoloog en internist obstetric medicine in opleiding in het Erasmus MC. Tevens gesubspecialiseerd in schildklierziekten tijdens de zwangerschap. Ik ben onder andere ook de medevoorzitter van de huidige Amerikaanse richtlijnen over schildklier en zwangerschap. En de huidige coördinator van het consortium on thyroid and pregnancy. En dat is een groot onderzoeksconsortium waarbij we van over de hele wereld de data van zwangere vrouwen gebruiken om te kijken wat de effecten zijn van schildklierhormoonbehandeling en schildklierziektes tijdens de zwangerschap. Tijdens deze presentatie wil ik graag een aantal dingen bespreken waarvan ik denk dat het van meerwaarde kan zijn in de dagelijkse gang van zaken bij patiënten die schildklierziekte hebben. En dat is met name gebaseerd op wat ik over het algemeen hoor en bespreek ook in mijn spreekkamer bij vrouwen die een zwangerschapswens hebben of al zwanger zijn en afwijkingen hebben van hun schildklierfunctie. Allereerst is het belangrijk om je te beseffen dat schildklierhormoon in het lichaam heel veel processen reguleert. Eigenlijk in vrijwel alle cellen van het lichaam stimuleert schildklierhormoon het metabolisme en ook de ontwikkeling van cellen. En ook de cellen en weefsels die betrokken zijn bij zwanger worden en zwanger zijn, worden door schildklierhormoon gestimuleerd. Dus dan moet je denken aan onder andere de eisprong, de ontwikkeling van de moederkoek en ook de ontwikkeling van de foetus zelf al tijdens de zwangerschap. En het is belangrijk om je te beseffen dat we met schildklierhormoon bij een tekort aan schildklierhormoonproductie van het lichaam dat heel goed op kunnen vangen en ervoor kunnen zorgen dat die cellen zich gewoon weer normaal gaan functioneren. Bij een te snel werkende schildklier is het natuurlijk iets lastiger. Dan moeten we vaak wat andere medicijnen geven, maar daar zal ik later tijdens deze presentatie nog op terugkomen. We hebben nu al over de laatste 50, 60 jaar heel veel hele goede data die we kunnen gebruiken om goede adviezen te geven aan patiënten. En op basis van deze data en met name de data van de afgelopen 20 jaar zijn er ook een heel aantal dingen veranderd die vroeger voor lief genomen werden en altijd geadviseerd werden aan patiënten, maar die tegenwoordig toch wel een beetje achterhaald zijn. En dat zijn ook een aantal dingen waar ik me op wil gaan focussen tijdens deze presentatie. Allereerst wil ik het hebben over kinderwens en zwangerschap bij een hypothyreoïdie. Een hypothyreoïdie is de meest voorkomende schildklierafwijking waarbij de schildklier te traag werkt. En dit kunnen we vaak goed behandelen door levothyroxine te geven, ook wel bekend als bijvoorbeeld Tirox of Eutirox. En we weten dat vrouwen die een hypothyreoïdie hebben voor de zwangerschap, maar goed behandeld zijn met levothyroxine, eigenlijk precies dezelfde kans hebben om zwanger te worden als vrouwen die een nog een normaal werkende schildklier hebben. Dus vrouwen die goed behandeld worden voor een hypothyreoïdie hebben dezelfde kans om zwanger te worden en ook dezelfde kans op het krijgen van een ongewenste uitkomst van de zwangerschap. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan een vroeggeboorte of een miskraam. Dus hele grote studies die gedaan zijn onder miljoenen vrouwen die behandeld werden voor een hypothyreoïdie, die laten echt zien dat het risico daarin hetzelfde is. En heel veel vrouwen die bij mij in de praktijk komen, die maken zich daar heel vaak zorgen over, omdat ze natuurlijk een ziekte hebben en behandeld moeten worden. Maar als die behandeling goed is, dan hoeven ze zich eigenlijk nergens zorgen over te maken. Nou, wat betekent dat nou
om goed ingesteld te zijn op levothyroxine. Nou, met het oogpunt van een kinderwens of met het oogpunt van de zwangerschap in de toekomst, proberen we eigenlijk om het TSH altijd onder de 2,5 te krijgen. En de reden daarvoor is niet dat de uitkomsten dan per se beter zijn onder de 2,5. Maar de reden daarvoor is dat we hopen dat als mensen ietsje lager zijn ingesteld, hè, dus TSH onder de 2,5, dat de kans dat ze dan tijdens de follow-up, als je het om de 6 weken of om de 3 maanden een keer controleert, dat ze dan toch nog in de normale range van de TSH vallen, mocht de TSH wat omhoog gaan. Dus het is niet zo dat hoe lager, hoe beter met de TSH en zwangerschapswens of zwanger zijn. Maar als je in de normale range zit, dan heb je eigenlijk geen verhoogd risico ten opzichte van mensen die een normaal werkende schildklier hebben. Dus dat is een belangrijke denkwijze die ook heel veel geruststelling kan geven vaak bij patiënten. Want als het toevallig een keertje zo uitkomt dat de TSH 3 is of 3,5, dat betekent dat dus niet dat er een hoger risico is of dat de kans op zwangerschap kleiner wordt. Maar voor de zekerheid, om er dus voor te zorgen dat ook al is er wat fluctuatie in de TSH, streven we dus naar een iets lagere waardes. Hier zie je op deze slide een voorbeeld van een hele grote studie uit het Verenigd Koninkrijk, waar ze gekeken hebben naar vrouwen die behandeld worden voor een hypothyreoïdie en hun TSH-waardes tijdens de behandeling en wat het risico is op een miskraam. En wat je heel duidelijk kan zien in deze studie is dat het risico op een miskraam ongeveer 16-20% is bij vrouwen die goed gecontroleerd zijn. En dus dat is een TSH onder de 4,5 in dit geval, wat de bovengrens was van de meeste van deze labs in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat zodra behandelde vrouwen en TSH hebben wat boven de 4,5 zit, het risico op miskraam wel omhoog gaat. Nou, dit is denk ik een heel goed voorbeeld, omdat dit een studie is met miljoenen vrouwen die bij de huisarts behandeld worden. En dit is ook iets dat we zien voor andere uitkomsten. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar de kans op zwanger worden, maar ook het risico bijvoorbeeld vroeggeboorte of afwijkingen in het geboortegewicht. En dit is dus een goede illustratie dat we er naar streven om onder de 2,5 te zitten, maar dat we dat dus doen, zodat we zeker weten dat je ook bij wat achteruitgang van de schildklierfunctie of wat fluctuatie van de TSH nog steeds onder die 4,5 of in ieder geval in die normaalwaarde zit. Nou, wat ik al zei, een lager TSH is dus niet per se beter. En wat we vaak horen van mensen die bijvoorbeeld naar het buitenland gaan of andere dingen gewend zijn van andere dokters, is dat ze ernaar moeten streven om een TSH van 1 of een TSH tussen de 1 en de 2 te hebben. Maar daar is eigenlijk helemaal geen bewijs voor als je in de literatuur kijkt. En wat er heel vaak gebeurt is dat vrouwen op mijn spreekuur komen en heel erg gestrest zijn omdat het getal net iets afwijkt van wat ze van hun dokter gehoord hebben, wat het zou moeten zijn. Maar het is belangrijk om je te beseffen dat TSH-waardes ook heel erg kunnen fluctueren. En dat het helemaal niet belangrijk is om per se onder de 1 of rond de 1 of tussen de 1 en de 2 te zitten, maar echt in die normaalwaarde. Nou, tijdens de zwangerschap is het belangrijk om de dosering wel iets te ophogen om in die normaalwaarde te blijven. Tijdens de zwangerschap maakt een normale schildklier meer schildklierhormoon. Maar bij vrouwen die een hypothyreoïdie hebben, kun je natuurlijk niet meer schildklier maken. Schildklierhormoon maken. En dat is de reden dat de schildklierhormoondosering vaak iets omhoog moet. Nou, hier zie je een voorbeeld van een studie die gedaan is aan de Universiteit van Harvard in Boston, waarbij ze vrouwen wekelijks hebben gecontroleerd en wekelijks de dosering levothyroxine iets hebben opgehoogd om het TSH onder die 2,5 te houden. En wat je dan ziet is dat gemiddeld na zo'n 12-20 weken vrouwen zo'n 25-30% extra levothyroxine nodig hebben. En dit is ook een van de studies op basis waarvan we vaak aanraden dat vrouwen met een hypothyreoïdie die behandeld worden met levothyroxine zelf bij een positieve zwangerschapstest hun levothyroxine al iets ophogen. Nou, wat we inmiddels ook weten uit studies is dat dit ook niet altijd nodig is. Dus ik maak ook nog wel eens de beslissing samen met mijn patiënt om die dosisophoging iets lager dan 25% in te stellen. Of gewoon nog even te wachten tot 8 of 10 weken zwangerschap. En dat doe ik eigenlijk met name bij vrouwen die al een hoge dosering schildklier mogen gebruiken. En dat is meestal, als je naar de studies kijkt, boven de 100 microgram. Want bij die doseringen kan je met standaard ophogen
soms er juist voor zorgen dat de TSH wat te laag is. En dat is iets wat we ook willen voorkomen. Dus we willen eigenlijk gewoon in die normaalwaarde zitten. Verder laten studies ook zien dat het de voorkeur heeft om de dosering per dag wat op te hogen. Er zijn ook alternatieve strategieën waarbij je bijvoorbeeld de patiënt adviseert om 2 tot 3 extra doseringen per week te nemen. Alleen lijkt het erop dat het risico op overbehandeling bij dat soort strategieën toch ietsje hoger is. Dus mijn voorkeur heeft toch eigenlijk wel om de dosering per dag dan iets op te hogen. En dus bijvoorbeeld met stapjes van 12,5 microgram per dag wat omhoog te gaan. Nou, wat ik eerder al even kort zei, hè, dat het dus niet zo is dat een lager TSH per se beter is. En dat patiënten vaak heel veel stress ervaren als ze niet op de waarde zitten die hun arts in een eerder stadium genoemd heeft. En dat dat eigenlijk niet terecht is. Daarvan heb ik ook nog een goed voorbeeld. Hier op de slide zie je een studie uit Denemarken. Waarbij ze bij patiënten die verder gezond zijn en gewoon een goede schildklierfunctie hebben, meerdere keren per dag en ook over een periode van ongeveer een jaar schildklierhormoonwaardes geprikt hebben. In dit geval zie je TSH. En dan zie je dus op de x-as de nummers van de verschillende mensen waarbij ze dit gedaan hebben. En op de y-as de TSH-waardes. En wat je ziet is dat er in mensen met een compleet normale schildklierfunctie door de tijd heen best wel grote variatie is in de TSH-waardes. En dit heeft met allerlei regelmechanismen vanuit de hypothalamus en de hypofyse te maken. En dit is ook een reactie van de hypothalamus en de hypofyse op de waardes die we in het bloed zien. Maar dit laat zien dat er dus echt wel grote fluctuaties zijn in de TSH-waardes. En daarom vind ik het ook altijd heel erg onterecht als andere dokters proberen om te adviseren dat de TSH-waarde bijvoorbeeld precies 1 moet zijn. Want eigenlijk is het onmogelijk om naar zo'n specifieke waarde echt te streven. En moet je echt streven naar een range. En nogmaals, wat mij betreft is dat gewoon de normaalwaarde. Waar je wel zelf invloed op kan hebben, is op hoe stabiel je ingesteld bent. En dat heeft er met name mee te maken hoe je je levothyroxine inneemt. De adviezen zijn natuurlijk altijd om 1/2 uur tot 1 uur voor het ontbijt je levothyroxine in te nemen. Maar wat je ook kan doen als je bijvoorbeeld heel graag snel je ontbijt wil eten, omdat je anders heel erg chagrijnig wordt in de ochtend, is dat je je levothyroxine in de avond inneemt. En zolang je het maar op een nuchtere maag inneemt, zijn er studies die laten zien dat een avondinname even goed werkt, zo niet ietsje beter werkt dan als je gewoon de standaard ochtendinname doet. Verder is het ook belangrijk om je te beseffen dat als je een keer een tablet vergeten bent, dat je dat het beste gewoon de volgende ochtend extra in kan nemen. Omdat de halfwaardetijd van schildklierhormoon heel lang is en het schildklierhormoon nog heel lang in het bloed zit, kan je dat gewoon doen. En op die manier kan je het ook zo stabiel mogelijk houden. Want iedereen vergeet wel eens om zijn tablet in te nemen. Verder is het zo dat we ook nog wel eens zien dat vrouwen met een zwangerschapswens toch een hele fluctuerende waarde hebben, ondanks dat ze alle adviezen in acht nemen en heel goed hun levothyroxine-tabletten innemen. Op dat moment is het wel aan te raden om samen met je dokter onderzoek te gaan doen of er geen sprake kan zijn van verminderde absorptie of opname van levothyroxine. En wat ik over het algemeen doe, is dat ik voor de zwangerschap of bij een zwangerschapswens bij echt fluctuerende waarden die we niet kunnen verklaren door de manier waarop de medicatie ingenomen wordt, onderzoek te doen naar bacteriën in de maag, of bijvoorbeeld celiakie of een lactose-intolerantie. Want dat zijn afwijkingen die vaak voorkomen en ertoe kunnen leiden dat er een variabele opname is van levothyroxine. En wat ik echt heel belangrijk vind om te benadrukken, is dat je als vrouw met een zwangerschapswens of als je zwanger bent, echt niet meer kan doen dan gewoon netjes elke dag je levothyroxine op de juiste manier innemen. En zelfs dan, als je schildklier perfect gereguleerd is, heb je nog steeds gewoon een risico om toch een miskraam te krijgen of toch een vroeggeboorte of andere complicaties van de zwangerschap. Want ondanks dat we de schildklierfunctie goed in de gaten willen houden en ervoor willen zorgen dat het optimaal gereguleerd is, zijn er ook altijd andere risicofactoren en is er altijd een soort basisrisico van afwijkingen die kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap of een zwangerschapswens. En dus het komt niet altijd door de onderliggende schildklierproblemen dat er toch een complicatie ontstaat. En als je daarover twijfelt, is het wel belangrijk om dat ook te bespreken met je dokter en dat niet te veel bij je te houden en binnen te vetten, als het ware.
Er zijn nog andere veelgestelde vragen die ik even kort wilde beantwoorden over hypothyreoïdie. Er zijn natuurlijk een handjevol vrouwen die ook baat kunnen hebben bij combinatietherapie met T3. Alleen omdat we weten vanuit studies dat T3 niet goed de fetale hersenen bereikt en daar de hersenontwikkeling tijdens de zwangerschap kan stimuleren, raden we eigenlijk het gebruik van T3 voor en tijdens de zwangerschap af. Bij een zwangerschapswens is het wel echt aan te raden om ook een consult bij een internist of internist-endocrinoloog te krijgen. Er zijn heel veel huisartsen die hele goede dokters zijn en ook patiënten begeleiden die een hypothyreoïdie hebben tijdens de zwangerschap. Alleen wat je toch vaak merkt is dat de nieuwste inzichten veel beter bekend zijn bij internisten die veel meer van dit soort patiënten zien. En dat wordt ook weerspiegeld in de up-to-dateheid van de huidige richtlijnen van de huisartsen ten opzichte van bijvoorbeeld de internisten. Verder is het zo dat heel veel vrouwen met een hypothyreoïdie natuurlijk TPO-antistoffen hebben. Ondanks dat TPO-antistoffen wel de placenta, de moederkoek, kunnen passeren en dus ook in het bloed van het pasgeboren kindje te meten zijn, hebben TPO-antistoffen geen enkele effecten op het kindje. Maar ik zal bij het stukje over TPO-antistoffen daar ook nog iets meer over uitleggen. Verder zijn er natuurlijk heel veel oorzaken van een hypothyreoïdie. Ik noemde al eventjes de Hashimoto-hypothyreoïdie door de TPO-antistoffen. Maar bijvoorbeeld als je een operatie hebt gehad of eerder radioactief jodium hebt gebruikt, of een hypothyreoïdie hebt door een jodiumtekort of een eerdere schildklierontsteking, heeft dit verder geen effecten op de uitkomsten van de zwangerschap of de kans om zwanger te worden. Dus voor elke hypothyreoïdie, ongeacht wat de oorzaak is, geldt, zolang je goed ingesteld bent, is het risico dat je niet zwanger kan worden of dat er complicaties van de zwangerschap optreden echt even groot als voor mensen die gewoon een normale schildklierfunctie hebben. Omdat we steeds vaker schildklierfunctie controleren, bijvoorbeeld bij vrouwen die een tijdje niet zwanger kunnen worden of omdat er risicofactoren zijn in de zwangerschap, zien we ook heel vaak dat er een afwijkend TSH is, een verhoogd TSH met nog een normaal vrij T4, dus normale schildklierhormoonwaardes. En dit noemen we een subklinische hypothyreoïdie. En we weten eigenlijk nog niet zo heel goed wat dat nou betekent. Het kan zijn dat een subklinische hypothyreoïdie een voorstadium is van een hypothyreoïdie en dat die vrouwen later in hun leven of later tijdens een zwangerschap een hypothyreoïdie ontwikkelen, alhoewel de kans daarop nog vrij laag is. Maar het kan ook zijn dat het toevallig is door de fluctuatie die we tijdens de dag in het TSH wel eens zien, dat het op dat moment van het prikken toevallig wat hoog was, maar dat de schildklierfunctie gewoon goed is. En heel soms zien we dat het door medicatiegebruik komt of omdat er te weinig jodiuminname is, met name bij patiënten die geen brood eten of een veganistisch dieet aanhouden, zien we dat nog wel eens. En in enkele gevallen, met name als het TSH boven de 10 is, kan het ook komen omdat er in het lab iets fout gaat en dat er bijvoorbeeld interferentie is tussen andere antistoffen die in het bloed zitten. Nou, dus bij zo'n subklinische hypothyreoïdie weten we niet zo goed wat we daarmee aan moeten, maar zijn er wel wat studies die laten zien dat er mogelijk een associatie is met subfertiliteit, hè, dus het niet zwanger kunnen worden binnen een jaar, en ook met een iets hoger risico op bijvoorbeeld een miskraam of een vroeggeboorte. En wat heel belangrijk is om je te beseffen is dat als ik zeg dat er een iets verhoogd risico is, dat dat risico nog steeds niet door het dak heen gaat. Dus vrouwen die een normaal werkende schildklier hebben, hebben een risico op een miskraam van ongeveer 15-20%. En dit gaat met ongeveer 5% omhoog als er sprake is van een subklinische hypothyreoïdie. Dus dat betekent dat de kans dat als je zwanger wil worden of bent met een subklinische hypothyreoïdie, het risico dat je geen miskraam krijgt nog steeds veel hoger is dan het risico dat je het wel krijgt. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een vroeggeboorte. Dat risico is ongeveer 7-10% als je een normaal werkende schildklier hebt. En dat gaat omhoog naar ongeveer 12-13% als je een subklinische hypothyreoïdie hebt. Wat heel belangrijk is om je te beseffen is dat we vroeger de afkapwaarde van 2,5 gebruikte om een subklinische hypothyreoïdie te diagnosticeren. En dat is iets wat echt achterhaald is. Dus als je naar de studies kijkt, die kijken wat nou een normale schildklierfunctie is tijdens de zwangerschap, dan is het belangrijk dat je of de referentiewaarde berekent bij zwangere vrouwen die in het ziekenhuis gebruikt wordt,
of dat je anders een TSH bovengrens van 4 gebruikt en niet meer van 2,5. Buiten de zwangerschap, dus bij vrouwen die een zwangerschapse wens hebben, hebben we ook nog wel eens die 2,5 gebruikt. Dat zie je ook nog wel eens in oudere studies terugkomen. Maar daar gebruiken we eigenlijk gewoon de normale referentiewaardes die bij mannen of vrouwen die niet zwanger zijn gewoon gebruikt worden in het betreffende ziekenhuis. Los van het risico op dus dat miskraam en de vroeggeboorte en de subfertiliteit die ik al genoemd heb, is iets wat we vaak ook moeten bespreken in de spreekkamer of we het nou gaan behandelen of niet. En als je naar de huidige richtlijnen kijkt van de Amerikaanse schildklierassociatie, dat zijn degenen die echt het beste up-to-date zijn, dan wordt er toch wel aangeraden om bij een subklinische hypothyreoïdie levothyroxinebehandeling te starten als dit gepaard gaat met een kinderwens. Dus een subklinische hypothyreoïdie voor de zwangerschap is wat mij betreft wel echt een behandelindicatie. Maar er zijn ook vrouwen die dat liever niet gelijk willen behandelen. En ook daar zijn echt argumenten voor te bedenken. Dus ik bespreek vaak in mijn spreekkamer wat de patiënt en de vrouw die op dat moment voor me zit zelf wil. En er zijn ook argumenten om het bijvoorbeeld 6 weken of 3 maanden later nog een keer te controleren. En als het dan genormaliseerd is, dan hoef je niet per se te behandelen. Omdat die risico's die ik net besproken heb ook echt maar vrij klein zijn in absolute zin. Tijdens de zwangerschap is met name of je TPO-antistoffen hebt heel erg belangrijk. Bij een subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap, waarbij er ook TPO-antistoffen in het bloed te zien zijn, raden we wel vaak aan om al te starten met behandeling. Maar als er geen TPO-antistoffen zijn en de TSH is wat verhoogd, kunnen we ook weer die dialoog opstarten. Hè, om te kijken of je zelf behandeling zou willen of niet. En als ik de voor- en nadelen uitleg aan patiënten, dan kiezen ze er wel vaak voor om te starten met levothyroxine in een lage dosering. En dat komt omdat er eigenlijk vrij weinig nadelen zijn, hè, aan het starten met levothyroxine in een lage dosering. Omdat het risico op overbehandeling heel klein is. En omdat je altijd na de zwangerschap ook weer kunnen stoppen op proef met de levothyroxine. Naast de TPO-antistoffen zijn er nog wel een paar andere indicaties die je mee kan nemen om die overweging te maken of je nou met levothyroxine zou willen starten. Als het TSH boven de 10 is, of eigenlijk als het al boven de 6 is, worden we als endocrinoloog vaak toch wat zenuwachtig en raad ik toch vaker aan om met levothyroxine te starten. En hetzelfde geldt ervoor als het TSH geprikt is tussen ongeveer de zwangerschapsweek 7 en week 14. Omdat we daar bij het hoge zwangerschapshormoon HCG vaak toch wel verwachten dat het TSH wat lager is. En op dit figuur hier zie je de reden hiervoor. Dus hier op deze figuur zie je dat het HCG, dus dat is zwangerschapshormoon, wat je ook in de zwangerschapstest meet, erg snel stijgt. En na het bevruchting van de eicel stijgt het met een piekwaarde zo ongeveer rond de 10 weken. En HCG lijkt heel erg op TSH en kan ook binden aan de receptor op de schildklier van het TSH. En die hoge waardes van dat zwangerschapshormoon die zorgen ervoor dat de schildklier extra gestimuleerd wordt en dus meer schildklierhormoon gaat maken. En als je dus in een periode van hoge HCG-waardes het TSH meet, zou je niet verwachten dat het boven de 4 of boven de bovengrens is. Je zou eigenlijk verwachten dat het juist iets onderdrukt wordt. En dat is voor mij vaak ook wel een extra reden om toch levothyroxine te adviseren. Omdat we zouden verwachten dat de TSH-waarde door die extra stimulatie juist lager is, maar we dan in het lab meten dat het iets te hoog is. We meten ook steeds vaker TPO-antistoffen in het bloed. En dat komt omdat TPO-antistoffen wel consequenties kunnen hebben voor het advies wat we geven over bijvoorbeeld levothyroxinebehandeling. Wat belangrijk is om je te beseffen is dat TPO-antistoffen gebruikt worden om de diagnose van een Hashimoto-hypothyreoïdie te stellen. Dus als er sprake is van een hypothyreoïdie en de TPO-antistoffen zijn positief, dan is dat bewijzend dat de hypothyreoïdie veroorzaakt wordt door een auto-immuunziekte. Het is een ziekte waarbij het immuunsysteem van het lichaam per ongeluk de schildklier aanvalt, de schildklier kapot maakt en hypothyreoïdie veroorzaakt. Maar we kunnen ook TPO-antistoffen meten bij vrouwen die een hele normale schildklierfunctie hebben.
Dus het is niet zo dat TPO-antistoffen echt als ziekte beschouwd moeten worden of als schildklierafwijking. Want je kan deze antistoffen ook in je bloed hebben zonder dat dat effecten heeft op de functie van de schildklier. En als je alle studies op een rijtje zet die kijken naar wat nou de effecten zijn van die TPO-antistoffen, dan laten die eigenlijk zien dat TPO-antistoffen zelf meer een reflectie zijn en een bijkomendheid van het auto-immuunproces, maar eigenlijk zelf helemaal niet de schildklier kapot maken of ervoor zorgen dat er een auto-immuunziekte ontstaat. Dus ze zijn eigenlijk het gevolg van de auto-immuunziekte en niet de oorzaak. Nou, wat voor gevolgen kan het nou hebben als je TPO-antistoffen hebt, maar bijvoorbeeld nog een normale schildklierfunctie op de kans dat je zwanger wordt? Nou, wat de laatste studies laten zien is dat vrouwen met een normale schildklierfunctie, maar wel TPO-antistoffen, eigenlijk gewoon op dezelfde, in hetzelfde tijdsverloop zwanger worden als vrouwen met een normale schildklierfunctie zonder antistoffen. Vrouwen met TPO-antistoffen en een normale schildklierfunctie hebben wel een iets hoger risico op een miskraam of op vroeggeboorte, blijkt uit de studies. En dat risico is ook weer, net als bij de hypothyreoïdie, toegenomen met enkele procenten. We weten eigenlijk niet zo goed of we TPO-antistoffen met de normale schildklierfunctie nou ook echt moeten behandelen. Het idee is dat TPO-antistoffen het risico op een miskraam en vroeggeboorte mogelijk iets verhogen, omdat er ook sprake is van andere auto-immuunziektes die we nog niet gemeten hebben of die we misschien nog niet goed in kaart hebben kunnen brengen. Of dat er toch een mechanisme is wat met de schildklier te maken heeft en dat de schildklier misschien toch iets minder doet. Er zijn nu 3 grote studies verschenen. Een grote studie uit China, een grote studie uit Engeland en een grote studie uit Amsterdam. Waarin ze hebben gekeken of vrouwen met antistoffen en een normale schildklierfunctie baat hebben bij behandeling met levothyroxine. En alle 3 deze studies hebben eigenlijk laten zien dat het risico op een miskraam of op vroeggeboorte niet verbetert als je vrouwen behandelt met schildklierhormoon. En dat is ook de reden dat wij eigenlijk adviseren om bij vrouwen die TPO-antistoffen hebben, maar nog een normale schildklierfunctie, de schildklierfunctie wel te vervolgen, dus iets vaker tijdens de zwangerschap en ook na de zwangerschap, maar eigenlijk niet te starten met levothyroxine zolang de schildklierfunctie normaal is. Aan de andere kant van het spectrum van de schildklierafwijkingen, naast de subklinische hypothyreoïdie en een hypothyreoïdie, hebben we ook de hyperthyreoïdie, dus de snel werkende schildklier. Bij een hyperthyreoïdie of een te snel werkende schildklier of te hoge schildklierhormoonwaardes in het bloed, is het bij een kinderwens wel belangrijk om erachter te komen waardoor dat veroorzaakt wordt. Want er zijn verschillende oorzaken en deze oorzaken hebben wel consequenties voor de manier waarop we een behandeling zouden starten of waarbij we de schildklierfunctie willen controleren voor, tijdens en ook na de zwangerschap. Dus de snelwerkende schildklier of de hoge schildklierhormoonwaardes in het bloed kunnen veroorzaakt worden door verschillende oorzaken. Allereerst kan het veroorzaakt worden omdat er bijvoorbeeld een schildklierknobbel is die uit zichzelf schildklierhormoon maakt. Of verschillende schildklierknobbels die schildklierhormoon produceren. Dat noemen we een toxisch multinodulair struma. Of bijvoorbeeld een toxisch adenoom als er één knobbel is die te veel schildklierhormoon maakt. Maar het kan ook komen omdat er bijvoorbeeld een ontsteking van de schildklier is, waardoor de schildkliercellen kapot gaan en al hun opgeslagen schildklierhormoon in het bloed terechtkomt. Nou, bij een schildklierhormoon overproductie door de schildklier zelf, door die knobbels, is er vaak wel behandeling nodig met bijvoorbeeld radioactief jodium. Maar bij een schildklierontsteking moet je afwachten en duurt het vaak een paar maanden voordat het uit zichzelf weer normaliseert. En dat is dus een voorbeeld van de manier waarop we anders omgaan met het monitoren en eventuele behandeling van de onderliggende afwijking van een hyperthyreoïdie. Vaak is het zo dat we ook de ziekte van Graves met name uit willen sluiten. De ziekte van Graves is belangrijk omdat de ziekte van Graves veroorzaakt wordt door antistoffen die per ongeluk door het immuunsysteem gemaakt worden, maar kunnen binden aan de TSH-receptor op de schildklier. En daardoor een te snel werkende schildklier veroorzaken. Tijdens de zwangerschap kunnen deze antistoffen ook de moederkoek of de placenta passeren en bij het kind de ziekte van Graves veroorzaken, omdat het kind ook een schildklier heeft met ook TSH-receptoren daarop. En dit is iets wat we extra in de gaten moeten houden, met name als de TSH-receptor antistoffen
hoog zijn. Maar daar kom ik zo meteen nog heel even op terug ook. Verder is het zo dat we ook vaak tijdens de zwangerschap bij vrouwen met een normale schildklierfunctie een hyperthyreoïdie kunnen vaststellen. En dit heeft te maken met het feit dat het HCG, dus het zwangerschapshormoon, het schildklierhormoon kan verhogen door stimulatie van de schildklier tijdens de zwangerschap. Dus het HCG heeft een stimulerend effect op de schildklier omdat het lijkt op het TSH. En als het HCG heel hoog is, met name tussen de 7 en 14e week van de zwangerschap, kan dat bij vrouwen met een normale schildklierfunctie leiden tot een hyperthyreoïdie. En dit is iets wat we vaak niet behandelen, omdat de mogelijke nadelen van de behandeling niet opwegen tegen de nadelen van de te snel werkende schildklier tijdens de zwangerschap. En de nadelen van een te snel werkende schildklier tijdens de zwangerschap door zo'n HCG-effect is eigenlijk dat je er wat klachten van kan krijgen. Dus je kan de klachten van een hyperthyreoïdie krijgen, zoals bijvoorbeeld hartkloppingen, vermoeidheid of dat je het heel erg snel warm hebt. Maar het is niet geassocieerd met een hoog risico op ongewenste uitkomsten van de zwangerschap. En dat is ook een extra reden waarom we het liever niet behandelen. En waar ik het nu specifiek even over wil hebben is over de ziekte van Graves. Want dat heeft verreweg de grootste impact op een zwangerschapswens en zwangerschap zelf. Wat belangrijk is bij de ziekte van Graves is dat je voor de zwangerschap samen met je internist al een plan gaan maken om behandeling op te starten. En er zijn eigenlijk drie vormen van behandeling die op dat moment besproken moeten worden. En die zie je ook hier op mijn slide staan met de voor- en nadelen van alle behandelingen op een rijtje. Allereerst kun je de ziekte van Graves behandelen met schildklierremmende medicijnen. Daar heb je twee vormen van. De ene heet PTU en de andere heet metimazol. En die laatste staat ook wel bekend als bijvoorbeeld strumazol of tiamazol op de Nederlandse markt. En als er een zwangerschapswens is, hebben we eigenlijk altijd de voorkeur om te behandelen met PTU. Het nadeel daarvan is dat je dat 3 keer per dag moet geven in plaats van 1 keer per dag. Maar het voordeel daarvan is dat het tijdens de zwangerschap een beter veiligheidsprofiel heeft. Zowel PTU als metimazol geven een iets hoger risico op aangeboren afwijkingen. En dat zijn over het algemeen hele milde aangeboren afwijkingen. Zoals bijvoorbeeld een niet goed gesloten aansluiting van de tragus, het stukje hier voor het oor. Maar het kunnen ook grotere afwijkingen zijn, zoals bijvoorbeeld het niet goed sluiten van het buikvlies. En bij het gebruik van deze medicijnen is dat risico iets verhoogd. En bij PTU is dat ongeveer 3% en bij metimazol is dat ongeveer 5%. En dat is een van de redenen waarvoor we als voorkeur het gebruik van PTU hebben voor en tijdens de zwangerschap. Andere voordelen van schildklierremmende medicijnen zijn dat het snel werkt en over het algemeen weinig bijwerkingen geven. Op de lange termijn is het ook zo dat als je schildklierremmende medicijnen hebt gebruikt, je bij ongeveer 50-70% van alle mensen die dit in ieder geval 1-2 jaar gebruikt hebben, ook ziet dat de ziekte van Graves niet meer terugkomt en genezen is. We weten niet zo goed hoe dat werkt, maar dat zien we wel gebeuren bij schildklierremmende medicijnen. Nou, een van de nadelen heb ik al genoemd, hè. Dat zijn dus dat iets hoger risico op aangeboren afwijkingen. En verder kan het ook zo zijn dat je wat extra controles nodig hebt tijdens de zwangerschap om ervoor te zorgen dat je niet overbehandelt met schildklierremmende medicijnen. Omdat deze ook de placenta kunnen passeren en de schildklier van het kind wat kunnen remmen. De tweede optie van behandeling voorafgaand aan de zwangerschap is radioactief jodium. En radioactief jodium is een veilige behandeling. Er zijn in het verleden wat studies geweest die aangeven dat bijvoorbeeld de vruchtbaarheid wat aangetast kan worden of het risico op kanker wat hoger is met dit soort behandelingen. Maar de laatste studies, die veel beter zijn dan de oudere studies, die laten zien dat dit risico er niet is. Dus de behandeling van radioactief jodium, zeker niet voor de ziekte van Graves, gaat niet gepaard met de verminderde vruchtbaarheid en ook niet gepaard met een hoger risico op kanker. De voordelen van de radioactief jodiumbehandeling is dat het een behandeling is waarbij je een permanente oplossing hebt voor de ziekte van Graves. Dus als de behandeling eenmaal gelukt is, dan komt de ziekte van Graves ook niet meer terug. En het is ook een behandeling die gemakkelijk toe te dienen is. En het is ook een eenmalige toediening. Dus wat dat betreft kan dat vaak snel toegediend worden. En
is daarmee de kous af en hoef je niet meer elke dag medicijnen te nemen. Het nadeel, zeker omtrent zwangerschap, is dat er natuurlijk wel radioactieve straling gebruikt wordt. En voor die reden adviseren we vrouwen ook om in ieder geval 6 maanden na toediening van deze medicatie niet zwanger te worden. En tijdens de zwangerschap kunnen we deze behandeling ook niet gebruiken. Een ander nadeel van deze behandeling is dat we vaak wel zien dat bij de ziekte van Graves ook de antistoffen wat toenemen. En dit kan soms wel tot 1 jaar of 1,5 jaar na toediening aanhouden. Dus het is wel iets wat belangrijk is om in de gaten te houden. En wat tijdens de zwangerschap nog wel voor problemen kan zorgen, omdat die antistoffen dus naar het kindje kunnen gaan via de placenta. Verder is het zo dat het effect op de schildklierfunctie ook wel enkele maanden nodig heeft voordat het goed werkt. Dus ook voor controle van de schildklierfunctie duurt het iets langer dan andere opties. Nou, de laatste optie die we ook altijd moeten bespreken is een operatie, hè, waarbij de schildklier verwijderd wordt. De voordelen hiervan zijn dat het wel heel snel werkt, want de schildklier is natuurlijk gelijk weg, dus de schildklierfunctie zal ook snel normaliseren. En het is wel, het geeft wel 100% genezingskans. Ja, dus als je een operatie ondergaat en de schildklier wordt verwijderd, dan heb je vrijwel 100% kans dat je daarna ook daadwerkelijk van de ziekte van Graves af bent. Het nadeel is dat je bij zo'n operatie wel een complicatierisico hebt. En de meest voorkomende complicaties bij zo'n operatie van de schildklier zijn dat het calcium laag wordt, omdat ook de bijschildklieren die daar in de buurt zitten meegenomen worden. Of dat een van de zenuwen geraakt wordt die de stembanden reguleren en ervoor kunnen zorgen dat als die geraakt worden dat er heesheid ontstaat. Daarnaast is het zo dat je ook wel moet beseffen dat als je de schildklier uithaalt, je de rest van je leven wel een hypothyreoïdie hebt en dus ook de rest van je leven schildklierhormoonmedicijnen moet gebruiken. En ondanks dat we dat goed in kunnen stellen, is dat natuurlijk wel iets wat impact kan hebben op de rest van je leven. Nou, en eigenlijk wat ik in de spreekkamer altijd probeer te doen bij vrouwen die een zwangerschapswens hebben bij de ziekte van Graves, is al deze voor- en nadelen op een rijtje zetten en dan vragen wat de voorkeur is van de patiënt van deze behandelingen. En waar het eigenlijk vaak op uitkomt, is dat de meeste patiënten die snel zwanger willen worden, of bijvoorbeeld al wat ouder zijn of al lange tijd in een fertiliteitstraject bezig zijn, de voorkeur hebben voor een snelle behandeling en dan de voorkeur hebben voor behandeling met medicijnen en dat iets verhoogde risico op aangeboren afwijkingen dan voor lief nemen, wat denk ik een goede afweging is. Terwijl als vrouwen toch iets langer de tijd hebben of iets meer de ruimte hebben om nog af te wachten om echt actief te gaan proberen om zwanger te worden, om dan radioactief jodium te doen, of bijvoorbeeld eerst 1 of 1,5 jaar te behandelen met schildklierremmende medicijnen en dat dan te stoppen om te kijken of de ziekte van Graves ook wegblijft. Een schildklieroperatie is over het algemeen iets wat we echt als laatste redmiddel doen. En als er bijvoorbeeld ook oogproblemen zijn bij de ziekte van Graves of als het heel moeilijk te controleren is. Nou, tijdens de zwangerschap controleren we bij de ziekte van Graves natuurlijk de schildklierfunctie. In de eerste periode van de zwangerschap doen we dat echt wel om de 4 tot 6 weken. En waar we dan met name naar kijken is niet de TSH, zoals we bij de meeste afwijkingen doen, maar met name naar het vrij T4. Het vrij T4 is de beste marker voor de ziekte van Graves tijdens behandeling in de zwangerschap. En waar we eigenlijk naar streven is dat dat vrij T4 binnen de normaalwaarde zit, maar wel aan de hoge kant. Dus ongeveer in de hoogste 1/3 van de normaalwaarde van het vrij T4. En dat komt omdat we weten dat bij die waardes het risico op een traagwerkende schildklier bij het kindje het laagste is. En als je iets aan de onderkant van de referentiewaarde van het vrij T4 zit, kan het zijn dat je met name door behandeling van schildklierremmende medicijnen ervoor zorgt dat er iets te weinig schildklierhormoon naar het kindje komt en iets te veel schildklierhormoonremmende medicijnen naar het kindje gaan, waardoor het kindje geboren wordt met een hypothyreoïdie. Nou, verder controleren we ook altijd de TSH-receptor antistoffen. En wat belangrijk is, is dat als je in de literatuur kijkt, er is een heel mooi literatuuroverzicht geweest vanuit de Universiteit van Amsterdam. Het is belangrijk om je te beseffen dat als de TSH-receptor antistofwaarden in het begin van de zwangerschap heel laag zijn, het risico dat het kindje een probleem krijgt
door de antistoffen die via de placenta naar het kind gaan, heel erg klein is. Als de TSH-receptor antistofwaarden minder dan 3 keer de bovengrens zijn in de vroege zwangerschap of in de late zwangerschap, is het eigenlijk niet nodig om deze nog extra te controleren of om extra controles van het kindje te doen. En dat komt omdat we weten dat als deze waarden heel erg laag zijn, ze tijdens het verloop van de zwangerschap vaak ook nog omlaag gaan en dat ze dus niet hoog genoeg zijn om problemen bij het kindje te veroorzaken. Als de TSH-receptor antistoffen wel wat aan de hoge kant zijn, dan is het belangrijk om zowel de schildklierfunctie van de moeder te controleren, maar ook om de schildklier van het kindje te controleren. En dat kan de gynaecoloog doen door een echo te maken vanaf ongeveer 20 weken van de schildklier van het kind zelf. Want als de schildklier van het kindje te groot is, dan zien we dat op de echo. En dan is dat een teken van te veel stimulatie door de antistoffen. Ook meten ze vaak de fetale hartslag. Want als de hartslag van het kindje te hoog is, dan past dat ook bij een hyperthyreoïdie. Net als dat je bij de ziekte van Graves of een hyperthyreoïdie een hoge hartslag en hartkloppingen kan krijgen, zie je dat ook bij het kindje. Nou, hier op de slide zie je ook nog een voorbeeld van de ziekte van Graves bij een pasgeborene. En wat je hier ziet is dat er heel weinig vetmassa is, omdat er dus heel veel verbranding heeft plaatsgevonden door hoge schildklierhormoonwaardes. En wat je ook ziet is dat bij dit kindje er sprake is van de oogziekte van Graves. Hè, waarbij het oogwit veel meer zichtbaar is en de ogen ook zelfs wat naar voren komen. Dit is iets wat we gelukkig heel weinig zien. Want de ziekte van Graves bij de baby in de baarmoeder of bij de pasgeborene zien we maar bij 1-5% van alle vrouwen met de ziekte van Graves. En in dit geval was er sprake van onbehandelde ziekte van Graves. En dus een vrouw die tijdens de zwangerschap niet bij de internist gekomen is en geen medicijnen heeft gebruikt. En heeft uiteindelijk dit kindje gekregen met deze ernstige afwijkingen passen bij de ziekte van Graves. Maar gelukkig, hè, als je voor de zwangerschap advies inwint, tijdens de zwangerschap goede controles krijgt en behandeld wordt, en ook na de zwangerschap goede contacten zijn met de kinderartsen over of er nou nog controles plaats moeten vinden van het kindje of niet, zien we dit gelukkig heel erg weinig nog. Wat ik nog als laatste wil zeggen over de ziekte van Graves, is dat ook als je de ziekte van Graves gehad hebt en deze goed behandeld is met bijvoorbeeld radioactief jodium of dat het weggebleven is na 1 of 2 jaar behandeling met schildklierremmende medicijnen, ook dan is het belangrijk om tijdens de zwangerschap nog wel de antistoffen een keer te laten controleren. Want soms is het zo dat de schildklier niet meer reageert of niet meer goed functioneert en daardoor de ziekte van Graves niet meer leidt tot een hyperthyreoïdie, tot de hoge schildklierhormoonwaardes, maar dat de antistoffen wel nog steeds in het bloed zitten. En dan merk je dus tijdens de zwangerschap niet dat er een afwijkende schildklierfunctie is, maar dan kan het nog steeds wel effect hebben op het kind. Na de bevalling zul je, als er sprake was van schildklierfunctieafwijkingen voor of tijdens de zwangerschap, vaak ook nog controles nodig hebben of medicatie moeten gebruiken. En wat belangrijk is om je te beseffen, is dat zowel schildklierremmende medicijnen als levothyroxine zelf geen contra-indicatie zijn voor het geven van borstvoeding en niet via de borstvoeding in dermate hoge concentraties bij je baby terechtkomen dat het schade kan. Dus alle schildklierhormoonmedicijnen zijn veilig voor gebruik tijdens de borstvoeding. Daarnaast is het zo dat je vaak na de bevalling teruggaat naar de doseringen van de medicatie die je voor de zwangerschap gebruikt. Dus het is ook belangrijk om ergens op te schrijven, als je vergeetachtig bent na de zwangerschap en na de bevalling, wat de waardes waren, zodat je dat in ieder geval nog op papier hebt staan. En vaak heeft je dokter dat natuurlijk ook wel in het systeem staan, maar het is belangrijk om je dat ook zelf te waarborgen. Tijdens een diagnose van een hypothyreoïdie of een subklinische hypothyreoïdie voor of tijdens de zwangerschap, is het na de zwangerschap ook vaak wel belangrijk om te proberen om de levothyroxine die gestart is weer te stoppen. Heel vaak is het zo dat we bij milde afwijkingen, omdat er een zwangerschapswens of een zwangerschap is, toch bij twijfel starten met levothyroxine, maar dat na de zwangerschap eigenlijk helemaal niet meer nodig blijkt te zijn, omdat de schildklierfunctie toch genormaliseerd is.
En wat er nog wel eens gebeurt, is dat we blind de levertiroxine door blijven gebruiken, want het is nou eenmaal gestart. En dat patiënten dan 10 jaar na de bevalling ineens bij een dokter komen voor een ander probleem. En dat het eigenlijk helemaal niet meer duidelijk is waarom ze nog steeds die medicijnen gebruiken. En heel vaak is het zo dat als we bij milde afwijkingen die voor of tijdens de zwangerschap gediagnosticeerd zijn, na de zwangerschap de levertiroxine stoppen, de schildklierfunctie daarna gewoon weer normaal is en die medicijnen helemaal niet meer nodig zijn. Verder is het ook belangrijk om je te beseffen dat bij de ziekte van Graves na de zwangerschap ook wel eens een opvlamming kan plaatsvinden, waarbij er sprake is van een te snel werkende schildklier en een stijging van de antistoffen. En dit is iets wat je bij de ziekte van Graves ook toch echt wel 4 tot 6 weken na de zwangerschap een keer moet controleren. En daarna bij klachten eerder of in ieder geval ook nog een keer na 3 maanden. Wat we ook nog wel eens zien na de zwangerschap is een thyroiditis. Dus dan krijg je ook een hyperthyroïdie of een te hoge schildklierhormoonwaarde in het bloed na de zwangerschap. En dit komt door een ontsteking van de schildklier. En dat is iets wat we veel vaker zien bij vrouwen die TPO-antistoffen hebben. En wat geen behandeling behoeft. Dat is iets wat vaak vanzelf overgaat. Bij ongeveer 10 tot 15% van de vrouwen is er sprake van een hypothyreoïdie tijdens de follow-up. Dus dan gaat bij de ontsteking eerst de schildklierhormoonwaarde omhoog en daarna wat omlaag. En dan kun je wel overwegen om tijdelijk wat levothyroxine te geven. En als je nou heel veel klachten hebt van die hoge waardes, kunnen we ook nog wel eens bijvoorbeeld beta-blokkers geven. En dat is de behandeling van de verhoogde hartslag en de palpitaties, de hartkloppingen zoals we dat noemen, bij een hyperthyreoïdie. Maar dat is dus enkel behandeling van de symptomen die je kortdurend kan overwegen. Tim, bij onze schildkliertelefoon en ook bij de besloten Facebookgroepen komen veel vragen over het hebben van een schildklieraandoening en zwanger willen worden. Een van de vragen die elke keer terugkomt is: zijn er optimale waarden die je moet hebben als je zwanger wil worden? Ja, dat is een vraag die ik ook vaak tegenkom inderdaad. En wat ik veel merk is dat als patiënten bijvoorbeeld een keer in het buitenland bij een internist geweest zijn of via de huisarts komen, dat ze dan vaak hele specifieke streefwaardes, hele specifieke getallen ook gehoord hebben. Zoals dat het 1 moet zijn, tussen de 1 en de 2. En alles wat je kan bedenken eigenlijk. En er is helemaal geen bewijs voor dat je sneller zwanger wordt als je TSH boven of onder een bepaalde waarde zit. Het belangrijkste is dat de TSH-waarde binnen de normaalwaarde ligt. Het liefst ook het vrij T4 natuurlijk binnen de normaalwaarde. Maar of het nou 0,7 is of 3,7 maakt eigenlijk helemaal niet uit voor de kans om zwanger te worden. En de reden dat we er dus wel vaak naar streven om het TSH onder de 2,5 te krijgen, heeft ermee te maken dat we proberen te voorkomen om tijdens het beloop van de zwangerschap of de zwangerschapswens ervoor we willen zorgen dat je wel binnen die normaalwaarde blijft. En die kans is gewoon wat groter als je net onder de 2,5 zit, in plaats van als je op 3,5 zit bijvoorbeeld. Begrijp ik. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je hebt verschillende metingen van die waarde, dat er een moment is dat jouw waarde in 1 keer daaruit schieten. Moet je je dan zorgen maken? Nee, absoluut niet. Nee, dus ook stel dat je waarde per ongeluk een keer 5 is, dan nog betekent dat niet dat je dan niet meer zwanger kan worden. Ook als je naar studies kijkt die kijken naar de kans op zwangerschap aan de hand van je schildklierwaardes, dan zie je wel dat die kans ietsje omlaag gaat hè, als je buiten de normaalwaarde zit. Maar dan heb je het over een verschil van misschien 5%. Dus dat zijn nog steeds echt hele kleine verschillen. En heel veel dokters die doen vaak alsof de wereld om de schildklier draait. En ja, wij zijn natuurlijk ook wel een beetje bevooroordeeld, gegeven mijn en jouw eigen achtergrond ook. En ik denk dat het echt wel belangrijk is om dat optimaal te behandelen. Maar er zijn eigenlijk veel belangrijkere risicofactoren voor subfertiliteit of niet zwanger kunnen worden. Ja. Dus roken, overgewicht, een niet gezonde leefstijl. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan of je TSH 5 is of 4 of 3. Dus
als je er iets aan wil doen, dan vanuit het schildklierperspectief is het enige wat je eraan kan doen, gewoon proberen elke dag op een nuchtere maag en volgens alle voorschriften je levertiroxine in te nemen. En verder dus ook gewoon de rest van je leven zo gezond mogelijk in te proberen. Maar eigenlijk net als elke gezonde vrouw die zwanger wil worden of zwanger is op een gegeven moment. Ja, ja. Als je goed ingesteld bent, dan moet je jezelf ook eigenlijk gewoon als een gezond persoon beschouwen. Als je zwanger wil worden en je hebt een schildklieraandoening, kun je altijd bij de huisarts blijven? Is het verstandig om doorverwezen te worden naar een internist-endocrinoloog? Hoe zie jij dat? Ja, huisartsen zien natuurlijk heel veel schildklierziektes. Sterker nog, ik denk dat huisartsen van alle medische specialisten de meeste diagnoses stellen van afwijkende schildklierfuncties. En het ook heel vaak controleren natuurlijk. Maar ik denk als het specifiek op zwangerschap en zwangerschapswens aankomt, dat het wel goed is om een keer een consult bij een internist te krijgen. Omdat de internist toch meer ervaring heeft met zwangerschap en vaker vrouwen met een zwangerschap en een schildklierafwijking begeleidt. Als je een hypothyreoïdie hebt, dat is iets wat de huisarts vaak diagnosticeert en ziet, dan kan het zijn dat de huisarts daar zelf veel ervaring mee heeft en dat de huisarts het ook al aandurft om dat traject in te gaan. Maar bij de ziekte van Graves of bij de afweging van het behandelen bij een subklinische hypothyreoïdie, wat veel meer afhankelijk is van echt de laatste inzichten en niet de huisartsenrichtlijnen die inmiddels ook weer 10 jaar oud zijn, is het wel aan te raden om in ieder geval een keer bij een internist te komen. Er is veel onderzoek, gelukkig. Daar zijn wij als schildklierorganisatie natuurlijk ook heel blij mee. De T4Life-studie is net afgerond. Kun je daar iets over vertellen? De T4Life-studie is eigenlijk een studie waarbij ze vrouwen hebben bestudeerd die een normale schildklierfunctie hebben voor de zwangerschap, maar wel positief zijn voor TPO-antistoffen. En vrouwen die eerder een miskraam hebben gehad. Dus in ieder geval 2 miskramen al hebben gehad in de voorgeschiedenis. En de reden dat ze in deze populatie hebben onderzocht of je schildklierhormoon kan geven, is omdat de gedachte is dat als je TPO-antistoffen hebt, je schildklier misschien iets minder werkt. En dat een traagwerkende schildklier, al is het maar een klein beetje verminderde functie, kan leiden tot dat hoger risico van die miskramen. En dat je dus met schildklierhormoontherapie een miskraam in de toekomst zou kunnen voorkomen. En wat deze studie heeft laten zien is dat in deze groep vrouwen die echt een hoog risico heeft om nog een keer een miskraam te krijgen, behandeling met levertiroxine eigenlijk geen effecten heeft op het risico op een miskraam of het krijgen van een succesvolle zwangerschap of zelfs zwanger worden. Dus bij vrouwen die TPO-antistoffen hebben maar een normale schildklierfunctie, is het advies op basis van deze studie en ook 2 eerdere studies die soortgelijke populaties hebben onderzocht, is het advies om de schildklierfunctie wel te vervolgen. Want wat je in deze studie ziet is dat TPO-antistofpositieve vrouwen een wat hoger risico hebben om een hoog TSH te ontwikkelen in de follow-up. En dan heb je wel een reden om te behandelen. Maar als de schildklierfunctie normaal blijft, is er geen reden om dan te behandelen. Nee. Dat is ook een mooie uitkomst als het antwoord is nee, er is geen verhoogd risico, toch? Ja. Wat uit deze studie bleek. Absoluut. Kijk, duidelijkheid is gewoon heel erg belangrijk. En als je als arts in het duister moet tasten, omdat er gewoon geen goede data is, dan is het gesprek gewoon veel lastiger om te voeren ook. Eigenlijk een hele andere vraag gaat over het optimaal instellen, waar we het al wel even over gehad hebben. En dat is eigenlijk het moment van inname. Als je zwanger bent kun je nogal misselijk zijn, vooral in de eerste periode. En dan is het al helemaal lastig om rekening te houden met innamemedicatie en wanneer mag ik dan eindelijk ontbijten. Hoe zie jij dat? Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Zwangerschapsmisselijkheid komt natuurlijk heel vaak voor. En je hebt natuurlijk een beetje de huistuin- en keukenadviezen. Dat je eerst een crackertje eet voordat je opstaat om het zuur wat weg te vangen en dat soort dingen. Maar dat kan natuurlijk precies niet als je schildklierhormoon gebruikt. Want je moet dat echt op een nuchtere maag innemen. Ik heb ook wel verhalen gehoord van vrouwen die zoveel overgeven dat het pilletje ook gewoon meerdere keren per dag eruit is gekomen, hoor, in extreme gevallen. Ja, een goede optie daar is om het schildklierhormoon in de avond in te nemen. Er zijn goede studies die laten zien dat dat eigenlijk even goed werkt als een ochtendinname.
Dat geldt niet alleen voor tijdens de zwangerschap, maar ook voor de zwangerschap of ook mannen die schildklierhormoontabletten slikken. Er is onder andere Rotterdams onderzoek geweest uit het Maastad ziekenhuis, wat laat zien dat een avondinname misschien zelfs wel ietsje beter werkt. En hoeveel tijd moet er dan zitten tussen? Want je wilt, s'ochtends moet je nuchter zijn. Hoe zit dat dan s'avonds na je avondmaaltijd? Ja, dus s'avonds moet je ook nuchter zijn. Ja. Dus wat ik meestal adviseer is dat je in ieder geval 1,5 tot 2 uur voor het slapen gaat nuchter bent. Je kan dan nog wel wat water drinken, want dat wordt toch iets sneller door de maag opgenomen dan eten. Dus mensen die echt van een midnight snack houden of een snack voor het slapen gaan, daarvoor is het wat lastiger. Ja. Maar de meeste van mijn patiënten die eten toch al niet als ze om 10 uur gaan slapen tussen 8 en 10. Nee. Dus daar werkt het eigenlijk heel goed voor. Die laatste 2 uur, ja. Ja. Je zegt al wat er kan gebeuren als je zwanger bent. Hè? Menige vrouw weet dat, is dat je veel moet overgeven. Als zo'n pilletje meekomt of als je een pil een keer vergeet om in te nemen, je medicatie, wat is jouw advies dan? De schildklierhormoon heeft een hele lange halfwaardetijd. En de halfwaardetijd, dat is een meting die we gebruiken die iets zegt over hoeveel tijd het kost dat de helft van het medicijn wat je hebt ingenomen nog steeds in je bloedbaan is. En bij schildklierhormoon is dat heel erg lang. Bij schildklierhormoon duurt dat namelijk ongeveer een week. Dus dat betekent dat als jij vandaag een tabletje schildklierhormoon inneemt, dat dat opgenomen wordt in je bloed en dat die concentratie die dan in je bloed zit, over een week nog voor de helft in je bloed zit. Dus dat is ook de reden dat het meestal 6 weken duurt voordat je echt iets kan zeggen over wat de behandeling gedaan heeft. Omdat het opstapelt en dan heeft, in een stabiel vaarwater komt. Ja. En die eigenschappen van schildklierhormoon kun je ook gebruiken om deze vraag te beantwoorden. Want als jij dus een keer een dag iets overslaat, heeft dat heel weinig effecten op de schildklierhormoonwaarde zelf. En kan je de volgende dag gewoon een keer de dubbele dosis nemen om weer naar dat lange termijns evenwicht toe te gaan. Dus wel nemen, maar dan gewoon de volgende dag een dubbele dosis. Op een nuchtere maag. Op een nuchtere maag, ja. Dankjewel. Als we gaan kijken naar de verschillende schildklieraandoening en de wens om zwanger te worden, is de ziekte van Graves toch wel een aandoeningsvorm die heel veel aandacht vraagt. Al voordat je zwanger wil worden, maar ook tijdens en daarna. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind ook dat de ziekte van Graves altijd door een endocrinoloog behandeld moet worden. En zelfs endocrinologen zien dit niet heel vaak. Hè. Dus ook vanuit het perspectief van ervaring hebben met een ziektebeeld en goed uit kunnen leggen hoe de toekomst eruit kan gaan zien aan een patiënt, kan ook nog steeds heel lastig zijn, ook voor internist-endocrinologen. Het allerbelangrijkste is bij de ziekte van Graves is dat je voor de zwangerschap al een goed plan maakt wat voor behandeling je wil hebben. Het komt wel eens voor dat vrouwen met de ziekte van Graves gediagnosticeerd worden als ze net zwanger zijn of als ze toch zwanger worden net na de diagnose. Ondanks dat we dat vaak toch adviseren om goede anticonceptie te gebruiken. En dan kan je hele lastige casussen krijgen waarbij het lastig is om in te stellen. Maar als je voor de zwangerschap gewoon goed het gesprek aangaat met je endocrinoloog en ervoor zorgt dat die endocrinoloog goed uitlegt welke opties er zijn en wat de voor- en nadelen zijn, zodat je een goede beslissing kan maken welke behandeling je wil, kan je voor in de toekomst en met name tijdens de zwangerschap heel veel ellende voorkomen. En met ellende bedoel ik met name dat je kan voorkomen dat het moeilijk is om ingesteld te worden en dat je kan voorkomen dat je grote veranderingen moet toepassen tijdens de zwangerschap om ervoor te zorgen dat ook het kindje, de gezondheid van het kindje goed... Ja, en dat is wat je als moeder natuurlijk het liefste wil. Als we gaan kijken naar de ziekte van Graves, hebben we het eigenlijk over voordat je zwanger wil worden en überhaupt bij de aanpak 3 mogelijkheden om uit te kiezen. Zou je die nog kort willen toelichten? Ja, dus je kan schildklierremmende medicijnen gebruiken. Vaak heeft dat de voorkeur, zeker buiten de zwangerschap, omdat dat natuurlijk vrij makkelijk te nemen is, omdat het vaak weinig bijwerking heeft en omdat het je de mogelijkheid geeft om echt zonder een permanente behandeling, zoals radioactief jodium of een operatie waarbij je niet meer terug kan, echt van de ziekte af te komen ook. Als je na 1,5 tot 2 jaar stopte met het gebruik van schildklierremmende medicijnen. Er zijn 2 soorten schildklierremmende medicijnen. Ja, we hebben natuurlijk de block and replace, toch ook daar nog in deze. Precies. En buiten de zwangerschap geven we eigenlijk in Nederland altijd de voorkeur aan block and replace therapie. Met dan metimazol, dus tiamazol of strumazol heet dat in Nederland. In een hoge dosering waarbij je eigenlijk de hele functie van de schildklier platlegt.
En dan daarbij ook schildklierhormonen geeft om hem zo. Ja, want dat is waar het voor staat. We blokkeren hem en aan de andere kant stimuleren we hem, zodat hij uiteindelijk een goed evenwicht vindt. En dan proberen we dat af te bouwen, begrijp ik dat goed? Ja, dus vaak doen we dat 1,5 tot 2 jaar. En ja. Als je het dan stopt, dan blijft de ziekte van Graves in heel veel gevallen weg. En dan is het optimaal behandeld eigenlijk. Oké, en als je dus daarvoor zeg maar in dat traject zit en je wil zwanger worden, heeft dat eenzelfde vraag dan voor het vervolgtraject als dat je remmende medicijnen slikt? Dus als je al in dat traject zit van de block and replace, wat we dan als optie hebben is dat we de block and replace stoppen en overgaan naar wat we titratietherapie noemen. Eigenlijk is het zo dat we schildklierremmende medicijnen bij vrouwen met een zwangerschapswens of die zwanger zijn altijd geven via titratietherapie. En wat je daarbij doet is dat je dus eigenlijk alleen de schildklierremmende medicijnen geeft en dan op zoek gaat naar de dosis waarbij je het precies genoeg remt. Dus dat de schildklier zelf nog wel schildklierhormoon maakt, maar dat het genoeg geremd wordt dat je binnen de referentiewaarde komt. En de reden dat we dat geven is omdat schildklierremmende medicijnen, zowel de PTU als de metimazol, dus de strumazol en de tiamizol in Nederland, wel een wat hoger risico geven op aangeboren afwijkingen tijdens een zwangerschap. Ja. En je probeert dus om een zo laag mogelijke dosis te geven, om dat risico zo laag mogelijk te maken. En dat kan niet als je block and replace geeft, want dan geef je eigenlijk altijd een hele hoge dosis. Ja, ja, duidelijk. En dan heb ik ook begrepen dat als die keuze is tussen die medicatie voor remmende werking, dat jullie een kleine voorkeur of een voorkeur hebben voor PTU, omdat het risico dan iets kleiner is uiteindelijk op kinderen met een aangeboren afwijking. Ja, klopt. Dus als je naar de studies kijkt die naar PTU en metimazol gekeken hebben en het risico op aangeboren afwijkingen, dan is het risico op aangeboren afwijkingen ongeveer 3% toegenomen met PTU en zo'n 5% voor metimazol. Maar ook als je kijkt naar de ernst van de aangeboren afwijkingen, zit er een verschil in. En dan zie je dat deze vaak ernstiger zijn bij het gebruik van metimazol. En daarnaast is er ook nog laatst een hele grote Koreaanse studie geweest. En die heeft gekeken naar het effect van de dosis van metimazol en PTU op het krijgen van een aangeboren afwijking. En dan zie je dat bij metimazolgebruik een hogere dosering ook daadwerkelijk leidt tot een hoger risico op een aangeboren afwijking. Maar bij PTU is dat eigenlijk niet het geval. Dus ook omdat daar minder dosiseffect is, hebben we een voorkeur voor PTU. Ja, dat is eigenlijk dubbel voorkeur. Ja. Ja, precies. Er zijn meerdere argumenten om daar een voorkeur voor te hebben. Ja. Een vraag die we ook nog wel eens vaak krijgen is, ja, wat moeten we nou doen op het moment dat er block and replace therapie gestart is met metimazol en een vrouw dan toch zwanger wordt? Hè? Omdat je ziet dat vrouwen die dan bijvoorbeeld de pil gebruiken of een condoom als anticonceptie, dat het niet 100% dekkend is, kunnen ze toch zwanger worden terwijl je bezig bent met de behandeling. En dan is de vraag heel erg van, ja, heeft het nou nog zin om in dat eerste trimester dan van die metimazol te wisselen naar PTU? Ja, ja. En eigenlijk laat de laatste studie, dat is ook die Koreaanse studie, die laat zien dat dat eigenlijk geen zin meer heeft. Dus zodra je al tijdens de zwangerschap in de eerste 4 tot 6 weken, zonder dat je weet dat je zwanger bent, die metimazol gebruikt hebt, dan is dat risico al iets verhoogd. En dan, als je wisselt naar PTU, verlaag je het risico niet, maar neem je wel het risico dat je wat lastiger in te stellen bent, omdat je wisselt van middel en van dosering. Ja, nou ja, dat is goed om te weten, maar het is natuurlijk wel een hele lastige. Als je ontdekt dat je zwanger bent, terwijl je in dat traject zit. En is het dus extra belangrijk dat er meteen contact is met een endocrinoloog. Maar die is er natuurlijk al als je in die block and replace zit, als het goed is. Er zijn natuurlijk een aantal patiënten die beta-blokkers nemen, hè, vooral om die hartslag te reguleren. Heeft dat invloed op het zwanger willen worden en het zwanger zijn? Nou, het heeft geen invloed op zwanger willen worden of op je fertiliteit. Wat we wel weten uit studies is dat het gebruik van beta-blokkers gepaard gaat met een iets lager geboortegewicht bij het kind. Dus dan moet je denken over gemiddeld zo'n 200 gram lager geboortegewicht. Het maakt ook wel uit wat voor beta-blokkers je geeft tijdens de zwangerschap. Tijdens de ziekte van Graves hebben we vaak de voorkeur voor propranolol, omdat het ook iets doet op de omzetting van T4 naar T3. Propranolol is tijdens de zwangerschap in lage doseringen ook een hartstikke goed middel. Op het moment dat je wat hogere doseringen nodig hebt, kan je overwegen om bijvoorbeeld op bisoprolol over te gaan.
Omdat dat waarschijnlijk voor de foetus iets beter veiligheidsprofiel heeft. Maar ook dan praat je over hele kleine verschillen. Ja. Dus als het niet nodig is om beta-blokkers te geven, dan geef ik het liever niet. Als patiënten er wel echt baat bij kunnen hebben, omdat ze een hypertheroïdie hebben tijdens een zwangerschap, om wat voor reden dan ook, dan kun je een lage dosering geven. En dan is dat waarschijnlijk gewoon veilig. En zeker als je dat tijdelijk geeft. En op het moment dat je het echt langere periodes moet geven, moet je die afweging maken van, zijn de klachten die de patiënt ervan heeft zo erg dat het opweegt tegen het iets lagere geboortegewicht. Ja. En dat is vaak iets wat je heel goed uiteen kan zetten als dokter en waar je gewoon samen met je patiënt een beslissing over kan maken. Naast beta-blokkers zijn er ook patiënten die supplementen nemen. Daar vinden wij allemaal wat van in schildklierland. Maar in het geval van een zwangerschap of zwanger willen worden, heeft dat invloed? Het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor supplementen. Ik denk dat het belangrijk is om 3 supplementen te noemen. Wat we nu veel vaker zien is het gebruik van biotine. Biotine is een van de B-vitamines. En dat zit vaak in haar- en nagelgroeipillen. Ja. Als je daar hoge doseringen van neemt, dan kan in sommige laboratoria de meting van TSH, vrij T4 en TSH-receptor antistoffen verstoord worden. En dat kan een labfout geven die heel erg lijkt op de ziekte van Graves. Dus dat kan echt een instinker zijn. Dus daarom is het gebruik van biotine eigenlijk af te raden. Daarnaast doet het ook niet zo heel veel op je haar- en nagelgroei. Het is echt meer een soort marketing. Het is een soort marketing inderdaad. Yeah. In multivitamine zitten te lage doseringen om echt verstoringen te krijgen. En verder zie je dat bijvoorbeeld selenium nog wel eens aangeraden wordt, omdat het mogelijk immuunmodulerende effecten heeft. Dus met name TPO-antistoffen kan verlagen. Daar zijn wel wat data voor, alleen die verlaging daarvan is zo minimaal dat het eigenlijk geen effect heeft op het positief naar negatief gaan van je antistoffen. En andersom ook. En geen effecten heeft op je schildklierfunctie zelf. En verder is het zo dat we ook wel vaak patiënten hebben die jodiumsupplementen gebruiken. Ja, op het moment dat je een hypothyreoïdie hebt, heeft jodiumsupplementen niet zoveel zin. Want ja, je schildklier maakt geen schildklierhormoon. Dus je kan wel heel veel bouwstenen geven. Ja, maar hij doet er toch niks mee. En daarnaast zit er in schildklierhormoon zelf natuurlijk ook veel jodium, wat wel hergebruikt kan worden. Jodiumdeficiëntie kan de oorzaak zijn van een subklinische hypothyreoïdie. En in sommige gevallen ook van de hypothyreoïdie zelf. Maar dat is iets wat we in Nederland eigenlijk heel erg weinig zien. Dus over het algemeen is het niet nodig om jodiumsupplementen te nemen in Nederland. Daarnaast is het zo, wat betreft de biotine, selenium en jodium supplementen, dat dit ook in de multivitamine voor zwangerschap zit. Voor zwangerschap is er eigenlijk alleen bewijs dat foliumzuurgebruik voordelig is. Vaak nemen we toch, zeker voor het onzekere, gebruiken we multivitamine. Dat is verder niet schadelijk. Maar daar zitten ook selenium, jodium. Alles al een beetje in. Eigenlijk gewoon alles genoeg in. En dat is niet schadelijk, maar is ook niet bewezen dat het iets positiefs doet. Precies. Wat gaat er gebeuren de komende jaren, denk jij, op het gebied van schildklieraandoeningen en zwangerschap? Wat zijn de ontwikkelingen? Ja, dat is een hele leuke vraag, omdat wij natuurlijk in Rotterdam ook heel veel daarmee bezig zijn. Wij zitten echt wel een beetje in de voorlinie van schildklier- en zwangerschapsonderzoek. Wat wij nu aan het doen zijn, is dat wij coördineren het consortium on Thyroid and Pregnancy. Waarbij we dus eigenlijk data van over de hele wereld aan het verzamelen zijn. Met betrekking tot schildklierfunctie gemeten in de zwangerschap en de complicaties van de zwangerschap. We hebben dat nu net uitgebreid met de groep uit Birmingham, die onder andere de tablet trial, ook wel bekend is, hebben gepubliceerd. En met die groep zijn we nu dat consortium aan het gebruiken om eigenlijk alle trials, dus studies waarin mensen echt behandeld zijn of niet, om de data daarvan ook te verzamelen, om die allemaal op één hoop te gooien en te kijken of er nou in negatieve trials, dus waar schildklierhormoon geen effect had, misschien toch kleine groepen zitten die wel baat kunnen hebben bij schildklierhormoonbehandeling. Omdat we dus wel zien dat het risico hoger is, maar bij sommige groepen dus, of bij de gehele groep eigenlijk, behandeling vaak geen positieve effecten heeft. Ja. Daarnaast zijn we ook heel erg op zoek naar markers die ons kunnen helpen om te beslissen welke vrouwen nou baat kunnen hebben bij behandeling of niet.
Dus bijvoorbeeld zo'n subklinische hypothyreoïdie is toch iets wat we heel lastig ziektebeeld vinden. Ja. Als dat nou ontstaat tijdens de zwangerschap, dan zien we toch dat er een iets verhoogd risico is op sommige ongewenste zwangerschapsuitkomsten. Maar we hebben heel erg het idee dat dat een bepaalde groep is binnen een groep die dat hogere risico heeft. We zijn dus op zoek naar markers die ons kunnen helpen identificeren welke vrouwen binnen die groep... Die extra risico's lopen, ja. En wij hebben heel veel studies gedaan naar bijvoorbeeld het gebruik van HCG. Mm-hmm. En dus hoeveel stimulatie van de schildklier is er op dat moment? Is dat humaan stimulerend? Humaan chorionisch gonadotrafine is dat, ja. Precies. En wij denken dat als je schildklier nou heel veel gestimuleerd wordt en je alsnog een subklinische hypothyreoïdie ontwikkelt, dat dat wel heel anders is dan als het HCG laag is en je eigenlijk weinig stimulatie hebt. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Eigenlijk willen wij in Rotterdam ook nog studies doen naar de ziekte van Graves, om met name te kijken wat voor impact dat heeft op fertiliteit. Want die studies zijn inmiddels echt wel 20 of 30 jaar oud. Ja, een boel ontwikkelingen. Heel fijn, Tim, dat je tijd hebt genomen voor ons, terwijl je in je ouderschapsverlof zit, want je bent zelf net vader geworden. Ik denk dat wij als schildklierorganisatie ontzettend blij zijn met deze uitgebreide uitleg. Het zal heel veel duidelijkheid verschaffen en dank je wel. Geen dank. Mijn tip aan vrouwen met een schildklieraandoening en een kinderwens zou zijn: lees je goed in, ga op onderzoek uit en ga echt even kijken op de website van de schildklierorganisatie. Want daar kan je veel betrouwbare informatie vinden over een schildklieraandoening en zwangerschap. En op deze manier ben je gewoon goed voorbereid op een gesprek met je huisarts. Op het moment dat hij of zij dan komt met bijvoorbeeld je schildklierwaarden, kan je ook doorvragen over wat betekenen die waarden nou eigenlijk. En kan je ook vragen gewoon waar wil je me nou eigenlijk hebben in het traject. Zodat je op die manier gewoon goed geïnformeerd bent en weet wat het vervolg zou zijn.